Wij hebben toen niet de snack. We hebben niet deze dingen gedaan. We hebben gewoon gourmet gedaan. Dat was een pak van 38 stuks. En dan kon je. Zeg ik dat goed? Je kon 8 smaken uit invullen. Laten we zo meteen een zoete smaak als eerst proberen. Of een rare smaak als eerst. Of zal ik ze eerst even categoriseren op smaaksoort? Ik ga ze gewoon. We gaan gewoon langzamerhand beginnen. Want ik wil niet meer wachten. Zometeen Mario Kart. Nee, dat is volgende week. Dat was niet de bedoeling. Wat de fuck gebeurde daar? Ik zit hier met die punt van mijn vloerkleed. Ik zit hier met dat puntje van mijn vloerkleed. Ik denk, ik zal even naar achter schuiven, want mijn voet blijft haken. Wat de fuck gebeurde daar? Iemand clip het even. Ja, graag. Ik wil dit terugzien. Wat de hel was dit? Ai, ai, ai. Ik kan ook niet... Dat kan ook helemaal niet Ja, nee. Dat. Ik kan niet meer praten zelfs. Ik ben zo van mijn apropos. Kanonnen. Ik kan ook echt niks. Dit is weer een clipje voor wat kan femkewel.nl. Oké, we gaan de smaken maar even uitlichten dan. Als eerst hebben we... Kan ik hier clips delen? Ja, volgens mij wel, maar ik weet het niet. We gaan zo meteen blue cheese doen met het mooie dirt. Nee, hij doet het niet, Dino's. Dat is wel jammer. Wil je hem naar Zik DM'en? Clipjes gemaakt. Thanks, Nathalie. Ga ik zo even kijken. De doosjes vallen inderdaad nog wel mee. Vergeleken met mijn hand. Misschien even deze kant laten zien. Blauwe kaas. Volwassen blauwe kaas. Dat klinkt echt heel goor. Eigenlijk. Dan hebben we... Butterscotch. Salted butterscotch. Met zijn eigen deurtje. Hé. Het is geen deurtje, het is een gordijn. Dan ga ik eerst deze 4 doen en dan ga ik even het dingetje kijken. Dan hebben we pink gin. Gin and tonic flavor. Met... Slechte nagellak trouwens. En een flamingo. En dan hebben we gingerbread. Ik vind dit doosje wel echt heel schattig trouwens. Ik baal nog steeds dat... Dat is zo raar. Ik wilde... Veel plezier in de lucht, Mike. Ik wilde dit zo graag doen voor kerst. Zo'n gingerbread huisje maken. Toen waren ze nergens te koop. En toen na de kerst waren ze ineens in de aanbieding 50% korting. Hoe raar was dat? Gaan we met de blauwe kaas beginnen. Ik wil namelijk de rare smaak eerst. En dan pink gin als lekkere vervanger, zeg maar. Oh, daar pak ik mijn microfoon niet op. Jammer. Unlock the flavor. Dit kan wel gegeten worden door vegetariërs, staat er. Even trouwens die plaatsen. Wordt hier helemaal... Sorry, Roadster. Dit is... Oké, wie kan even een snelle rekensom doen? Wat is 60% van 600? Is dat moeilijk? 60% van 600. 300... 360 calorieën zit in één zo'n pakje bij deze smaak. Thanks allemaal. Ik wil die huisjes eigenlijk wel bewaren. Oh! Dit is eigenlijk nog meer dan ik had verwacht. Oké. Here goes dat ding. Ik krijg een gender reveal nachtmerrie. Oké, dat was heftiger dan ik dacht. De eerste snuif, is lekker. Maar als je heel diep inademt... Ze voelen zacht aan. Eeuw. Kan ik inzoomen bij jullie? Groot genoeg? De eerste snuif is lekker, ja joh. Het valt wel mee, ja.
Het is een heel raar zacht schimmellaagje dat op je tong komt te liggen, zeg maar. En de eerste hap was eigenlijk een beetje raar. Een weinig smaak, maar toen deed ik er twee tegelijkertijd erin. Ja, dat hoeft liever niet. Liever niet twee tegelijkertijd. Ik denk dat ik met één zo'n zak misschien wel meerdere keren van kan doen, zeg maar. Soms kan je zo'n... Hij stinkt enorm. Hij stinkt erger dan dat hij proeft. Maar normaal gesproken eet ik zo'n zak in één zitting op. Maar deze niet. Ik denk niet dat ik dit in één keer allemaal achter elkaar op kan. Wat een rate. Ja, oh. Ik heb hier natuurlijk geen knijpers. Alleen plakband. Pinkin. Nam, nam, nam. Dat is ook heel raar beeld trouwens voor jullie. Taartdiagram. ik ga die gewoon daar neerzetten, even op de andere tafel. Hierin zit 420 gram. Ik krijg hem er niet eens uit, zo koud zijn mijn handen. Waarom is deze zak zoveel kleiner? Het lijkt alsof die kleiner is. Pet. Ja, want deze zak is kleiner. Even kijken hoor. Ik weet niet, deze ruikt een beetje... Ik kan hem niet goed plaatsen. Is dit stuk groot genoeg? Kennen jullie dat spul wat je aan zo'n haakje hangt, dat je dan in de wc hangt om je badkamer lekker te laten ruiken wanneer je doortrekt? Het smaakt naar die geur. Is dat hoe gin smaakt? Nee, dat zeg ik niet, Patreon. Ik zeg, het ruikt. Het smaakt zoals het ruikt. Nee, deze is echt niet voor herhaling vatbaar. Ik hoef nooit gin te drinken, dus. Gadverdamme. Daar ging de vrijdagmiddagborrel. Ik ben blij dat dit niet de eerste was. Dit is een 3. Gin, you love it or hate it. Net als koriander. Random. Maar nee, dit was een... In een mixje stel te doen. Ik heb hier nu dit stuk liggen nog. Die kan ik er niet terug in doen, omdat ik het natuurlijk van gehapt heb. Was die raspberry niet ook gin? Toen je die met Sprite dronk? Dat is een goeie, sick. Maple bacon. Deze is dus niet voor vegetariërs. Jammer dan. Oh nee, die pink gin was goor. Deze ziet er wel lekker uit, moet ik zeggen. Oeh, nee, er komt echt een stankgeur vanaf. Hey Hartje, is dit de Femke die ook wel eens schrijft? Ja! Ja, bruine stukjes. Dat is echt bacon dan. Ik kan de geur niet helemaal plaatsen. Ik heb van mijn fout geleerd. Ik doe er wel 2 onder elkaar eten in plaats van zo'n grote. Ik kan deze niet helemaal plaatsen. Het is bacon, uiteraard, maar... Nee, het is niet per se verkeerd. Hij is inderdaad wel hoger dan de gin, maar ik denk dat ik hem wel een 5 zou geven. Ja, dat gaat nu echt heel raar klinken hoor, wat ik ga zeggen. Maar mijn familie rookt allemaal. Sommige mensen in de familie roken best wel zware shag. En dit smaakt naar die geur. Zeg maar, een beetje zo'n hele droge, rare smaak.
Ik ga voor de shortbread. Want ik weet niet wat shortbread is. Maar dit is de smaak melk, chocola. Melk, chocola, karamel. Met shortbread crumbs. Maar wat is shortbread? Engels koekje, ten. Deze is inderdaad lekker. Ik zou niet weten waar ik het mee moet vergelijken. Maar de textuur en zo wat er omheen zit is ook hard. Oeh, zwem. Oeh, nou komt er ook een chocolade doorheen. Waar zou ik deze bij eten? Misschien wel bij een sci-fi. Ach, gadver. Deze stinkt net zo erg als die eerste. Heb ik straks ook een after-dinner dip dat ik snorlijk ben? Deze is lekker. Ik zou niet in één keer de hele zak leeg kunnen eten. Dus ik denk inderdaad een 7. En af en toe heeft hij een zure nasmaak. Allerlaatst. En dan gingerbread als tweede. En de laatste. En deze dan nu. Oké, dit is weer een kleinere zak. 80 gram. Nee, is geen niet kleiner. Hey. De achterkant is in het... Duits. Deze ruikt erg lekker. Deze ruikt... En ja, ruikt naar die kaneelstokken. Waarom zitten er zoveel spikkeltjes op? Is dat kaneel? Ze woont er nog steeds, maar ik weet niet meer in welke wijk. Oeh, deze heeft een rare nasmaak. Oeh, een hele rare nasmaak. Wat is dit? Hoe heet deze smaak ook alweer, Femke? Gingerbread House. Gingerbread House. Gember. Gadverdamme. Gember en kaneel. Hij brandt gewoon in mijn keel. Gember is inderdaad niet lekker. Oeh, bah. Maar ik blijf er wel van eten. Vind ik een goeie, vind ik een interessante. Sommige smaken moet je gewoon even aan wennen. Ja, maar deze, ja. Ja. Voor herhaling vatbaar. En dan zijn we alweer bij de laatste aangekomen. Deze kan in 1 uur op. Nou, in een kwartier. Vegan caramel marshmallow gourmet popcorn. Maar waarom heet ze allemaal gourmet popcorn? Gourmet popcorn. Buiten steen past, ja. Want ik ben nu ook nog maar iets meer dan een half uur bezig met proeven. Marshmallow. Geen idee wat al de rest betekent. Dit moet een 10 zijn. Dan kunnen ze meer vragen. Ja, ik weet het niet. Zie je het beertje aan de achterkant? Iets wel cute. Beertjes, marshmallows en roosteren. Nee, dan moet ik niet op de grond gooien. Ik heb net gestopt. Gourmet is ka-cha-ching. Ik bedoel, ik heb er wel achterlijk veel voor betaald, ja. Oké, kijk dan. Deze zie je ook gewoon echt roze. Even focussen. Ik weet niet of jij dat kan zien. Daar, roze. Ja, dit ruikt wel echt naar marshmallow. Eindelijk een smaak die ruikt naar wat zijn titel is. Ik wil wel zo'n stuk waar het roze op zit, maar... Dan hebben we zo'n stuk.
En we hebben net gezien bij die andere smaak dat dat niet handig is als ik dat doe. Omdat je met meer goed ziek wordt, ja. Misselijk. Deed dit ook wel helemaal onder elkaar vast? Ja, dat komt natuurlijk door die marshmallows. Ik ben blij dat jullie deze hebben gekozen om als allerlaatste te doen. Al breek ik wel mijn tanden erop. Oeh. Dit is wel de meest chewy van allemaal. Waarom is deze zo kaai? Nou is de vraag. Gaat het voor minpunten zorgen? Nu moet ik gaan uitrekenen welke de winnaar is. Maar eerst deze cijfer geven. Dan hebben we blauwe kaas. Dan hebben we cheddar cheese. Nou, weet je wat? Ik ga hem deze nog even veranderen naar een 6,5. Want gingerbread was zoveel beter dan de kaas. Ook al was het gember. Geluidseffecten zijn inderdaad nog niet teruggekomen. Dit is mijn volgorde. Pink gin was het vieste ooit. Pink gin was goor. Goor. Pipa. Eigenlijk moet ik ze nou weer allemaal hier terugleggen. En dan gaat weer het vloerkleed.